living some little man. Welkom bij nog spellen zonder leuk dat jullie er weer zijn. En dit keer wil ik met jullie een blik werpen op Fungi, uitgegeven door Pegasus Spiele. Het is een tweespelerspel waar je ongeveer een half uurtje mee zoet bent. En in dit spel ga je op zoek naar de meest smaakvolle paddenstoelen. En die probeer je te verwerken in diverse lekkere gerechten. En zodoende probeer je maximaal punten te scoren. Degene die uiteindelijk de meeste punten bij elkaar weet te sprokkelen, wordt de winnaar van Fungi. Dus laten we snel maar eens gaan kijken wat we in dit doosje krijgen. Het spel is gemaakt door Brent Povies en wij krijgen de spelregels in onder andere het Engels. En die zijn overzichtelijk weergegeven met een overzicht van alle kaarten en de verschillende stappen van het spel duidelijk omschreven. Het is een best boek, maar het stelt eigenlijk niet zoveel voor. Dan krijgen we de diverse boskaarten waarop wij de verschillende paddenstoelen zien en pannetjes en lekkernijen waarmee wij gerechten gaan maken. Wij hebben de maankaarten, de paddenstoelkaarten die wij kunnen vinden in de nacht. Een overzichtskaart voor beide spelers met de verschillende kaarten daar nog een keer op. De voeten die bepalen welke afstand de paddenstoelen zijn. En stokjes waarmee we andere soorten paddenstoelen weer kunnen bereiken die niet voor onze voeten liggen. Dat is wat we krijgen. Tijd om een spel op te zetten. En zo ziet het spel er aan het begin uit. Elke speler begint het spel met één pan en drie willekeurige kaarten van de trekstapel. Als je in die kaarten een mandje hebt, zoals ik in mijn voorbeeld, dan leg je die onmiddellijk voor je neer. Je trekt geen vervangende kaart. Mocht je een maankaart hebben, even kijken wat Googly Eyes heeft. Die heeft een maankaart. Dan leg je die gelijk op de aflegstapel en trek je daarvoor een maankaart en die doe je in je hand. Ik zal straks uitleggen wat dat inhoudt. En zou je een Amanita Muscaria trekken, oftewel zo'n rode giftige paddenstoel, dan leg je die ook gewoon op de aflegstapel en trek je geen vervangende kaart. Vervolgens leg je 8 kaarten op rij neer en bij de laatste 2 kaarten leg je de voetkaart. Dan leg je binnen handbereik de stapel met stokjes en de overige maan-nachtkaarten en wat overzichtkaarten, zodat iedereen goed kan zien welke kaarten er zijn en hoe de beurt eruit ziet. Het doel is om zoveel mogelijk punten te verzamelen. Punten verzamel je door gerechten te maken. En op een kaart, een paddenstoelenkaart, staat aan de linker en aan de rechterzijde gewoon aangegeven hoeveel punten je ervoor krijgt. Deze paddenstoel is 3 punten waard. Daar staat het pannetje voor, flavor points, oftewel hoe smaakvol die is. De stok wil zeggen, als je ze verkoopt, hoeveel stokkaarten je ervoor zou krijgen. Het getalletje hier geeft aan hoe vaak deze kaart in totaal in het deck zit. 4 maal dus. Dus een wat zeldzamere paddenstoel. En dat staat er op de kaarten. Dus laten we snel maar eens een potje gaan spelen. Het spel wordt om de beurt gespeeld en als een speler aan de beurt is, moet hij een van de beschikbare 5 acties spelen. Welke acties hebben we allemaal? Allereerst kunnen wij nieuwe paddenstoelen of pannen of maankaarten of mandjes die toevallig binnen handbereik zijn, die kunnen wij pakken en aan onze hand toevoegen. De 2 kaarten die voor de voetjes liggen, die liggen direct voor onze voeten, dus die kunnen wij gewoon pakken. Wil je een van de andere 6 kaarten pakken, dan moet je daarvoor stokken betalen om ze naar binnen te halen. De eerste kaart kost je 1 stok, de tweede kaart kost je 2 stokken, de derde kaart kost je 3 stokken en jullie snappen hem verder wel. De tweede actie die je hebt is je mag alle kaarten pakken in de decay pile. De decay pile wordt gevormd aan het eind van elke speler zijn beurt door de meest rechterkaart die hier nog in de display ligt naar de decay pile te roteren. En daar komen maximaal 4 kaarten in te liggen. Als er dan een 5e kaart opgelegd wordt, dan gaat de 4 kaarten die er al lagen weg en vormt de 5e kaart een nieuwe stapel. Maar 1 actie kun je dus spenderen om alle kaarten in de decay pile te pakken en aan je hand toe te voegen. De derde optie is, je kunt een gerecht maken. Daarvoor heb je een pan nodig die ofwel voor je op tafel ligt, ofwel in je hand zit. En je moet 3 identieke paddenstoelen hebben. Ik heb 2 verschillende paddenstoelensoorten, dus ik kan geen gerecht maken. Maar als je 3 identieke paddenstoelkaarten hebt,
of meer, dan kun je een gerecht maken. Wat je dan doet is je speelt al die identieke kaarten samen met een pan of op een lege pan die je al hebt liggen. En afhankelijk van de hoeveelheid kun je er nog boter of cider aan toevoegen. En boter of cider zijn smaakmakers die je kunt toevoegen. Om boter te kunnen toevoegen moet je minstens 4 paddenstoelen hebben gespeeld. En die leveren 3 bonuspunten op aan het einde van het spel. Om cider te kunnen spelen moet je minstens 5 gelijksoortige paddenstoelen hebben gespeeld. En die levert 5 bonuspunten op. Zou je beide kaarten willen toevoegen aan jouw pan met paddenstoelen, zul je dus in totaal minstens 9 paddenstoelen hebben moeten spelen om deze toe te kunnen voegen. Nou, en zo werken deze bonuskaarten die je dus ook erbij kan doen voor extra punten. Dat is de derde optie, het bakken van paddenstoelen. De vierde optie is, je gaat paddenstoelen verkopen om daarmee stokken te krijgen. Daarvoor moet je minstens 2 dezelfde soort paddenstoelen verkopen. En op de paddenstoelen staat dus weer aangegeven hoeveel stokken je krijgt. Als ik 2 van deze zou verkopen, krijg ik 2 keer 1 stok en je pakt gewoon 2 stokkaarten. Deze stokkaarten leg je voor je neer, die tellen niet mee voor je handlimiet. En dat is wel belangrijk. En de laatste optie die je hebt, overigens als je ze verkoopt, dan gaan ze naar de aflegpijl, niet naar de decaypijl. En de laatste optie die je hebt is, je speelt 1 pan vanuit je hand en die leg je voor je neer op tafel. Dus dat zijn de 5 verschillende acties. Als je aan de beurt bent, moet je een actie doen. Je zo denkt van ja, waarom zit daar een moed aan vast? Je handlimiet is in eerste instantie 8 kaarten. Heb je 8 kaarten op hand, betekent dat je niet kaarten mag pakken uit de display. Je mag niet de hele decay pile pakken. Je zult dan dus geforceerd worden om kaarten te spelen. Ofwel je gaat ze verkopen, ofwel je gaat ze bakken, ofwel je gaat ze je gaat een pan in je display leggen. Dus dat is iets waar je wel rekening mee moet houden. 2 bijzondere kaarten die je tegen kan komen. Het mandje zorgt ervoor dat je handlimiet 2 groter wordt. Dus in dit geval heb ik 1 mandje liggen en mag ik dus in totaal 10 kaarten in mijn hand houden. De Amanita muscaria, de giftige zwam. Als je die kaart in je hand trekt, dan moet je hem gelijk ook voor je neerleggen. En moet je kaarten uit je hand afleggen tot je er nog maar 4 hebt. Plus 2 voor elk mandje wat je hebt. Dus ik heb in dit geval 1 mandje liggen, dus ik moet mijn hand reduceren tot 6 kaarten. Dus dat is wat die dingen doen. Plus ze leveren ook geen punten op. En mocht je een maankaart pakken, dan leg je die gelijk af en trek je een maankaart van de gesloten maankaartstapel. Daar staan ook gewoon paddenstoelen op. Alleen het voordeel van deze kaarten is, en hij staat hier al een klein beetje verklapt, deze maankaarten tellen dubbel. Dus als jij deze champignon of deze paddenstoelen wil gaan bakken, heb je er minimaal 3 nodig. Heb je een maankaart, heb je al 2 van deze paddenstoelen, hoef je er nog maar 1 kaartje bij te beleggen en ze tellen aan het einde ook als 2 kaarten. Dus je krijgt er 2 keer 1 punt voor aan het einde van het spel. Of als je hem gebruikt om takken mee te krijgen, krijg je 2 keer 2 takken voor deze kaart alleen. Dus dit telt effectief als 2 kaarten en dat kan natuurlijk heel erg helpen als je bijvoorbeeld de boter of de cider wilt toevoegen waarvoor je minstens 4 of 5 dezelfde paddenstoelen nodig hebt. Maar verder staan dezelfde soorten op als die je in het bos kan vinden. Maar als je aan de beurt bent, kies je dus een van de beschikbare acties. Ik kies er bijvoorbeeld voor om deze paddenstoelen te nemen. Daarna ga ik aan het einde van mijn beurt 3 korte stapjes uitvoeren. Wat ik zei, de meest rechterkaart verdwijnt in de decay pile. Daarna ga ik alle kaarten doorschuiven zodat ze weer op 2 bij het voetje liggen en de rest daarnaast in 1 ingesloten rij. En tot slot vul ik het weer aan zodat de display weer uit 8 kaarten bestaat. En dan is mijn tegenstander. Die doet hetzelfde, die kiest 1 van de 5 beschikbare acties. Daarna legt hij de achterste kaart weer op de decay pile, schuift het door, vult weer aan, etc. En zo gaan we door tot deze stapel op is en alle kaarten uit het bos weg zijn. Dan stopt het spel ook onmiddellijk en dan gaan we punten tellen. Je krijgt dus punten voor alle gerechten die je gebakken hebt. Je telt de pannetjes op de paddenstoelen die bij die gerechten liggen op. Eventuele bonuspunten van cider of boter. En degene met de meeste flavor points is de winnaar van Fungi. En zo wordt het spel gespeeld.
Ik vind het artwork van Fungi er erg gaaf uitzien. Het zijn prachtige bostaferelen die we te zien krijgen met smakelijke paddenstoelen waar ik ook niet vies van ben. En het thema zelf vind ik ook grappig verzonnen. Je bent met z'n tweeën in het bos op zoek naar de meest smaakvolle paddenstoelen om daar vervolgens heerlijke gerechten van in elkaar te knutselen. Eventueel gespiked met cider of voorzien van een heerlijk klontje boter. Een paar mandjes hier en daar helpen voor het verzamelen van meer kaarten en met wat stokken kun je de wat lastiger bereikbare paddenstoelen naar binnen trekken. En de tact van dit spel zit hem vooral in het kiezen van welke acties jij gaat doen en daarvoor door veroorzaak je natuurlijk dat de rij doorschuift en welke paddenstoelen leg je daarbij klaar voor je tegenstander. Op het tactische moment zorgen dat je genoeg stokjes hebt en op het juiste moment beslissen. Daarbij ook weer paddenstoelen voor je tegenstander zijn neus weg te kapen, kan er net voor zorgen dat hij zijn gerechten niet kan voltooien of in ieder geval niet maximaal punten eruit kan halen, waardoor jij net de overwinning naar je toe trekt. Maar uiteraard, je tegenstander zal hetzelfde bij jou proberen te doen. Dus leuke keuzes, een kleine randomizer door de maankaarten, je krijgt een mooie luxe dubbele paddenstoelenkaart, maar ja, komt die op tijd en is het wel het soort paddenstoel waar je nog wat mee kan? Dat is altijd maar weer de vraag. Het speelt snel, het speelt simpel en ik moet zeggen, ik vermaak me er prima mee, dus het is een uitstekend twee-spelerspelletje wat gewoon goed in elkaar zit en er fraai uitziet. En het is om die redenen dat ik dit spel ook gewoon een welverdiende 3 sterren heb gegeven. Not Spellenzolder.